Wij werken als team hier, we zijn bij elkaar voor het Elisabeth Otte Knol Stichting. En wij zijn allemaal verzorgende en verplegende. En we hebben het horen gekregen dat ons huis waarschijnlijk wel dicht gaat. Wat betekenen de plannen van Rutte voor jullie? Onze ondergang. De ondergang? Onze ondergang en ook voor onze cliënten. En wie zijn jullie cliënten? Dat zijn oudere mensen. En mensen die zichzelf niet meer kunnen behelpen. Die komen dan zonder zorg te staan? Ja. En wat betekent dat voor jullie collega's? Dat we op straat staan. Stel je eens voor, je bent oud en wijs, oud en grijs en je hoort om niks meer bezorgd te zijn. Wil je gezondheid, maar tegelijkertijd komt de overheid en bezorgd niks meer dan eenzaamheid. Een beetje een speciale actie toch, want de vakbond heeft alle politieke partijen uitgenodigd om in discussie te gaan met de mensen. En we gaan eens kijken wat dat die politici te vertellen hebben. Ik ben woonbegeleider op een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de bezuinigingen zijn nu alle avonddiensten eruit gehaald. Dat betekent dat ik nu alleen loop van 7:30 tot de volgende ochtend 10:30. Daarin moet ik spuiten, medicijnen uitdelen, eten verzorgen, helpen douchen, helpen naar bed brengen. Luisteren naar een verhaal wat mensen dwars zit. Sorry, ik heb er geen tijd voor. Dan wordt er gezegd, oh, dan kunnen vrijwilligers wat doen. Waar halen we die? Die zijn er, ik vind dat die uitdrukkingen van vrijwilligers en mantelzorgers. Het zal je kind maar zijn, je bent blij dat het eindelijk een plek heeft. En dan zeggen ze, nee, kom maar terug, je kunt zelf wel weer meehelpen dat kind naar bed brengen. Op deze manier naar je vaders en moeders, opa's en oma's. Shit man, wat doen we? We streven allemaal naar het goede, maar deze onze maakt ons goede. Gaan jullie blijven actie voeren totdat de plannen Rutte van tafel geveegd worden? Ja, dat hopen we van wel. We zijn al voor de vierde keer. Voor de vierde keer actie voeren en jullie blijven actie voeren totdat die plannen van tafel zijn? Ja, we horen net dat we pas op de helft zijn. Hè? Dus goed, het is al van 100.000 naar 50.000 en nu doorgaan totdat die 50.000, dat daar ook geen sprake meer van is. Oké, wij wensen jullie vanuit België veel succes. Dankjewel. We protesteren voor de dames en heren die in de Tweede Wereldoorlog voor ons hebben gestreden en geleden. We zorgen voor onze ouders zoals zij dat vroeger ook voor ons leden met een leven. Duitsland is meer dan zuigen en dweilen. Duitsland doet meer dan wassen en snijden. Dus hou op met zeiken, gebruik je breinen en laat deze mensen niet langer van nood lijden. Ik wil niet dat het hier zo wordt als al in Amerika. Ja. Ja? Geld, geld, dat? Geld, geld, geld. Dat nee, men we ook moeten denken aan de mensen. Mens, mens, mens. We zuigen liever dan fast food of sigaretten. Op overbodige luxe die we niet nodig hebben. En denk erbij, je hebt de toekomst die je opbouwt. Voor je lucht weet bij jezelf houdt. Wees het thuis vallen. Ja man, dankjewel. Ja. Is de bedoeling dat politici in discussie gaan met de mensen? Oeh. En hier is alleen een zware bodyguard te zien. Geert Wilders na een stevige zonnebanksessie.